De Sustainable Development Goals werkgroep van het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft de jongens van het doorgaanscentrum Opaduli geïnformeerd over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit gebeurde vandaag in de mediatheek van Opaduli. Het bezoek is deel van het project Localizing the Sustainable Development Goals, welke landelijk wordt uitgevoerd. De slogan van het project is Leaving No One Behind. Miguel Abili, coördinator van het project, zegt dat zij elke doelgroep binnen de Surinaamse samenleving wil informeren over de ontwikkelingsdoelen. De bedoeling kunnen we meer trekken in de lijn van Leaving No One Behind, dat bij de Sustainable Development Goals hoort. En zoals het project van Aaron Lui, dat is Localizing the Sustainable Development Goals, willen we ervoor zorgen dat niet alleen de mensen buiten en de gemeenschappen horen over deze doelen, maar ook de jongeren in detentie. En dat is mijn reden waarom we hier zijn. Om deze jongens, deze jongeren, te informeren over de 17 ontwikkelingsdoelen die we moeten behalen in 2030. Maar ook hun bijdrage, hun idee en hun bijdrage, of ja, laat maar niet zeggen bijdrage, maar ook hun idee vragen of opvolgen ten aanzien van deze doelen. Want iedereen heeft doelen en we geloven en weten dat ook zij doelen hebben. En als we naar deze jongens hebben geluisterd, dan zien we dat deze doelen die zij hebben, ook een link hebben met de Sustainable Development Goals. Een voorbeeld is dat een paar jongens hebben aangegeven dat ze onderwijs willen genieten. Ze willen verder naar school en willen hun school afmaken. Dat heeft te maken met een van onze doelen, kwalitatief onderwijs. Verder is Abili ingenomen met de bijdrage van de jongeren van Opaduli. Hij zei dat de SDG-werkgroep meer zal doen bij het doorgangscentrum. Ik zie dat ze flink zijn, ze flexibel zijn, ze flink participeren. Toch, als ze vragen naar voorbeelden en ideeën, dan zijn ze flexibel en vrij genoeg om hun ideeën te geven. Ze kunnen zelf vertellen over die doelen en voor ons wijze uitleg geven over deze doelen. Verder hebben we opgemerkt dat er talent is in huis. Want zoals we in het project hebben meegenomen om jongeren de gelegenheid te geven hun idee op een canvas of door middel van vrije expressie te zetten, hebben we ze ook in de gelegenheid gesteld hun idee over deze doelen te knutselen op een boek. En dat hebben ze ook goed gedaan. Als we kijken naar duurzame ontwikkelingsdoelen, is het altijd ook goed nadat je het proces hebt uitgelegd, dat je ook een tastbaar iets kan achterlaten dat weer aan de jongens laat zien of begrijpen wat we bedoelen met duurzaamheid of met duurzame ontwikkelingsdoelen. Dus we zijn bezig te kijken samen met de coördinatie van hier hoe wij elders een tastbare duurzaam goed of duurzaam iets kunnen opzetten voor deze jongens. Miguel Abili, coördinator van het project Localizing the Sustainable Development Goals. Hij zegt dat ook jongeren met een beperking geïnformeerd zullen worden, want die groep wordt vaak vergeten.